In opdracht van de gemeente Tilburg is een groep studenten van Avans Hogeschool in Breda bezig met een onderzoek naar het parkeren van fietsen in de binnenstad. Door middel van een campagne willen zij ervoor zorgen dat Tilburgers hun fietsen in de daarvoor aangegeven blauwe vakken parkeren. De campagne werd maandag afgetrapt door middel van een ludieke actie met bekende Tilburger Steven Brunswijk. Het project staat een beetje in het kader van gedragsverandering. We zijn hier vandaag omdat de gemeente Tilburg het probleem heeft dat er heel veel fietsen fout gestald staan. Bijvoorbeeld daar in de onderdoorgang. Er staan heel veel bordjes met verboden fietsen te plaatsen, maar alsnog zetten mensen daar wel neer en het zorgt voor overlast. En daar gaan we vandaag iets aan doen met Steven, dus ik hoop dat het lukt. De overlast bestaat met name uit een lelijk straatbeeld en slechte toegang voor minder valide. Het is voor de studenten nog wel even zoeken naar een manier om het publiek aan te spreken op het gedrag als het neerkomt op het stallen van fietsen. Wij weten dus zelf nog geen juiste oplossing hiervoor, want dit moet blijken uit dit experiment vandaag en uit alle resultaten die wij hebben verkregen van het onderzoek. Ja, we hadden eerst het idee om een heel groot beeldscherm hier neer te zetten en dan dat beeldscherm mensen aanspreekt. Maar uiteindelijk dachten we, met geluid en alles is misschien toch niet zo handig en je weet ook niet of mensen het horen en op reageren. En als je dan echt een persoon zoals Steven neerzet, mensen kunnen daarop reageren, krijg je toch meer interactie. De reacties van mensen zijn toch waarschijnlijk leuker, dus uiteindelijk hebben we dan dit gedaan in plaats van een beeldscherm neer te zetten. Het doel van deze actie is dat uiteindelijk de binnenstad van Tilburg verzorgd eruit ziet, dat niemand er meer overlast van heeft en dat iedereen gewoon op de hoogte is van waar de fietsen geplaatst mogen worden.